Nou jongens, ik ben op de beurs in Houten en daar ben ik op de stand van Innova terechtgekomen. Innova, die hebben de roadtrip en als je Camping Trend een beetje volgt, dan heb je bij ons al eens eerder een video gezien van de roadtrip. En heb je ook op de website kunnen zien dat die roadtrip bestaat. En die is best bijzonder, want die wagens die worden gebouwd met een min of meer een jachtinterieur. En dat maakt ze gewoon kwalitatief heel hoogstaand. De eerste Innova roadtrips werden geïntroduceerd en onthuld op deze beurs in Houten 5 jaar geleden. En daar was ik bij. En toen heb ik ook Geert ontmoet en Geert is hier bij me. En we gaan vandaag met Geert een rondje maken om deze extreme nieuwe roadtrip. En dus kijken wat er allemaal veranderd is. Nou Geert, wij kennen elkaar al een tijdje, maar misschien is het toch goed dat je nog even vertelt wie je bent en wat je doet. Ja, goedemiddag Jos. Geert Stephout, eigenaar van Innova Campers. Kijk, wij bouwen luxe buscampers op maat te personaliseren. Ik denk dat mensen ons kennen uit de jachtbouw. Dat is echt de unieke jachtfacetten proberen wij te integreren in een goede travel van op basis van Mercedes Sprinter. En we staan dit jaar met 3 4x4's Expedition Lines. 4x4, dat is echt voor in het zand in dit geval. Ja, dat kan. We hebben diverse klanten. De een wil 4x4 omdat hij weg wil rijden op het natte gras of in de sneeuw. De ander gaat er geen Dakar meer rijden, maar wel naar Marokko toe. Of de zijderoute of naar de Noordkaap. Moet allemaal kunnen. Het is niet alleen 4x4 qua voor de tractie, maar het is ook gewoon alle toetsen en bellen die je erbij nodig hebt om wat verder te kunnen gaan als een standaardwegen. En als je dan, je bouwt nog wel 2-wiel aangedreven campers? Ja, dat klopt. Dat kan gewoon, wij maken geen onderscheid tussen 4x4 of 8-wiel aangedreven campers. Voor ons is de ombouw ook gelijk. Hij staat puur wel hoger. Er zitten wel extra aandrijvingsspullen op, maar voor de interieurbasis maakt het niet uit. Nee. En als we dan die roadtrip hier achter jou bekijken, is het misschien wel even leuk om maar gelijk bij de voorkant te beginnen met wat we hier allemaal voor bijzondere dingen zien. Want ik noem maar even, deze grill lijkt op de een of andere manier zwarter dan wat ik gewend ben. Er zitten speciale lampen in en ik zie een rek op het dak, maar daar komen we zo meteen wel op. Maar hier is het al niet meer standaard bij de neus. Nee, dat heb je goed gezien. Het begint eigenlijk al met deze hoedspoiler van Terrawagon. Komt uit Amerika. Trouwens, heel veel spullen komen uit Amerika. Want die liggen qua vanlife en 4x4 staal toch wel een beetje voor op de Europeanen. Daar maken we handig gebruik van. Dus die hoedspoiler die is niet alleen functioneel, hè, want hij zorgt ervoor dat de steenslag over de auto heen maakt. Het stoere effect geeft het weer van die bus. Het krijgt echt een goede smoel ervan, robuust front. En dat is wat onze klanten wel mooi vinden. En gecombineerd met die blacked-out ster die hier zit, is het wel gewoon een beetje een soere front als normaal. Ja. En dan die lampjes, dat is LED? Ja, RB Components, steun met Baja Lights, ook bekend uit Amerika. Bedienbaar vanaf binnen met een aparte schakelaar. Je moet het wel uit kunnen zetten, anders mag het allemaal niet in Nederland. Maar mag je deze lampjes sowieso gebruiken in Nederland op de weg? Als het uit te zetten is, kan het allemaal. Maar je moet het niet inschakelen terwijl je aan het rijden bent op de snelweg. Het is echt wel voor off-road gebruik. Ja. Dus voor buiten de weg is dit voor niemand een probleem? Nee. En onze klanten die willen het echt wel functioneel hebben voor off-road. Het is geen gadget van, ik vind het leuk erop zitten. Het wordt echt wel functioneel gebruikt. Ja. Hey, en wielen, je hebt hier al 3 voorbeelden staan. Dit zijn opties natuurlijk, want jullie zullen ook wel stalen wielen hebben. Ja. Maar hier zit het ook allemaal onder. Klopt. Eigenlijk doen wij toch al 80% stalen wielen van Mercedes. Dan laten we ze zwart coaten met een BF Goodrich band eronder. Of jij nogal Grabber of Cooper, maar vooral BF Goodrich. Veelal door zo'n kenmerkende profiel, ziet er stoer uit. Tractie is goed. General Grabber ietsje stiller op de weg, maar dat kan in overleg met de klant kan de beste oplossing gevonden worden. Ja, en er zijn ook heel veel mensen die willen er een mooi velgje bij. En dan doen we heel veel Black Rhino, maar Method Racing ook. De nieuwe wielen van Root, dus verschillende opties mogelijk. Ja. Dat zijn alleen spullen die je levert en opties, maar dat is nog steeds geen roadtrip, hè? Nee, dat klopt. Moeten we even naar binnen, denk ik. Want hier zien we eigenlijk, zo aan de zijkant ziet het er bijna uit als een gewone Mercedes. Ja. Met gewoon Mercedes glas erin. Geen camperramen. Doe je geen camperramen? Kan wel, optioneel. Maar de meeste mensen die bij ons kopen, die vinden die echte automotive look toch het mooist. Die stroomlijnen, dat ziet er gewoon goed uit. Kijk, Mercedes heeft natuurlijk heel veel tijd gestoken in een mooi design. In het algemeen zijn camperramen van die dubbel laars polycarbonaat functionele, isolatiegraad,
maar dit is ook wel een tandje fijner in de zin van krassen, takken waar je langs op krijgt. Het is gewoon heel robuust. En enige nadeel is dan de isolatiegraad, wat ik al zei. Maar daar hebben we speciale matten voor, isolatiedekens. Die leg je op de ramen aan de binnenkant en dan is het prima te doen. Ja. En die heb je hier ook? Ja, dat zit er achter in deze auto, als ik het goed zeg. Kunnen we daar ook even bekijken. Maar de klant kiest dus op maat Mercedes glas, geen glas, kan ook. Hè. Als iemand zegt, ik wil zoveel mogelijk isolatiegraad, dan pakt hij geen glas achter. Wel in de schuifraam, in de schuifdeur, een schuifraam voor te ventileren. Dat is heel belangrijk, de vocht moet er wel uit. Maar je stelt eigenlijk per vak van de Sprinter stel je, je eigen raamkeuze vast. Okay. Hey, als we dan naar binnen stappen, ja. Misschien kan het rode koord even weg. Ja, mag dan. Ik zie om te beginnen een soort stalen bar om in te stappen. Geen uitschuif opstappen. Klopt, kan wel. Dit zijn de rocksliders van Aluminus uit Amerika ook weer. Echt een robuuste treeplank. Dat is geen gadget voor de looks. Dat is echt functioneel. Heel erg stevig ook. Maar als iemand een trap wil van Thule, een uitschuiftrap of een elektrische trap die er onderuit klapt, dat kan allemaal. Ga er eens op staan. Een beetje gewicht erop. Ja. Doe eens even. Dat hoef ik bij mijn trapje van Thule niet. Nee, even wachten, we zijn even aan het filmen. Kan dat? Je mag bij die kijken. Bij die kan wel. Dan kom je binnen, ik zie drie treden, want het is toch wel een beetje hoger dan we gewend zijn. Ja, klopt. Ik zie overal afgeronde hoeken, ik zie een soort ingelegde jachttiekvloer. Ja. Ik zie een heel klein tafeltje, ja. Maar wel weer een grote spoelbak, maar daar kom ik zo meteen op. Hoe zijn jullie op dit interieur gekomen? Nou, eigenlijk zijn alle basisprincipes en beginselen die stammen af uit de jachtbouw. Het zijn een paar facetten. Het is het ronde hout, dat is de ronde finish. Het is de bekleding met kunstleder of echt leder, kan ook. Alcantara hebben we ook gedaan. Het zijn de bevestigingsprincipes uit de jachtbouw. Dus met fast mount doppen zit hier allemaal in. Klik je de panelen op het plafond. Het is niet alleen mooi, want je ziet geen schroefjes meer en dingetjes en afwerklatjes. Je kunt het ook heel erg functioneel zien. Want als er ooit iemand zegt, ik heb een beschadiging met een schaar of een pennenstreep. Nou, bel je Innova op. Paneeltje nummer 2 is kapot. Welke kleur heeft u? Deze kleur. Sturen we nu op. Uitnemen, erin klikken en klaar. Dus dat principe is heel erg kenmerkend. Maar dan kun je achteraf, waarschijnlijk zit er ook wel bekabeling achter. Ja, klopt. Daar kun je waarschijnlijk ook achteraf nog wat mee doen. Nou, zeker. Er zijn heel veel mensen die beginnen bijvoorbeeld met één zonnepaneel, een kleine. En zeggen later, ja, ik wil toch een groter zonnepaneelpakket hebben. Nou, dan adviseren wij, oké, dan moet u wel een kabeldikte upgrade hebben. Of iets anders, of een kabel voor tv, antenne, MiFi, noem maar iets. Je kunt heel makkelijk je plafond demonteren in 1 minuut. Een kabeltje leggen en terugklikken. En dan heb je niet zo'n een lelijk afwerkingskoofje of ergens iets zitten. En wat mij wel opvalt in deze camper is dat er geen dakluiken in zitten. Klopt. Wij hebben bewust voorin geen dakluik geplaatst. Dat klinkt gek, maar klanten zeggen dat een Innova camper zichzelf kenmerkt door weinig geluid, zeer stil. En als je een dakluik voorin hebt, dan hoor ik over het algemeen ook met spoilertje ervoor dat het toch best wel wat geluid maakt. Achterin hebben wij een dakluik zitten in de vorm van de Maxfan. Dat is een volledig elektrische. Kan ook gebruikt worden tijdens de regen. Ik vind het echt een heel fijn systeem. Daar zijn we denk ik 7 jaar geleden mee gestart als optie. Maar ja, er is geen roadtrip meer die we bouwen zonder de Maxfan. Dat is echt wel een goede uitvinding. Ja. Maar je kan hiervoor in dus ook geen dakluik krijgen als ik dat wil? Nee, kijk, in principe zeg ik altijd alles kan. Maar het heeft ook wel een nadeel. En de meeste klanten willen toch een groot solarpakket. En dan gebruiken we die ruimte ook hier waar een dakluik zou komen te zitten. Dus onze klanten vinden het autark rijden, zelfvoorzienendheid, wel belangrijker als het extra dakluik. Maar het kan wel. Ja. Hey, daar in de kast, in de wand, zie ik een kast. Ja. Dat is je hangkast. Klopt, ja. We zijn ooit begonnen zonder die hangkast. Dat is toch wel iets wat mensen echt belangrijk vinden. Hij is ondiep, maar hij heeft ook wel een dieper gedeelte achterin. Dus je kunt daar voldoende jassen kwijt, een paar schoentjes en die heb je wel nodig. Ja. En de kastje eronder? Ja. Prullenbakkastje. Goed, hier staat een prullenbak in. Onder andere. Ja, moet ook ergens staan, weet je. Je hebt altijd zo'n soort van kastje waar die dingen in moeten staan. Van allerlei objecten die je erbij kunt leggen. Dus wordt gewoon functioneel gebruikt. Hey, en wat mij ook opvalt, dus ik zei het net al, een soort jachtvloertje erin. Ja. En dat is geen kant-en-klaar zeiltje van de Quantum wat hierin ligt. Nee, dat heb je goed gezien, Jos.
Al die biesjes en stroken PVC worden met de hand vervaardigd, worden er ingelijmd met de hand. Ja, en uiteindelijk maakt het helemaal achter een lijfhout rondom. Dat kennen de kinderen uit de jachtbouw wel, in de zeilwereld. Dus een strookje rondom, noemt men het lijfhout. Ja, en dan maakt zo'n vloertje wel af. En zijn dit allemaal strookjes hout of is het wel, wat voor spul is het? Het is PVC, ook vanwege het gewicht. In het begin hebben wij ook al gewerkt met teak, maar gewicht in de camper is ook belangrijk. Dus we hebben gewoon voor PVC gekozen, super slijtvast, wordt gebruikt ook gewoon voor thuis. Dus het is wel A-merk kwaliteit en het moet ook functioneel zijn. Dus, Okay. En dan het volgende wat me opvalt is dit fraaie aanrechtblaadje. Ja. Nou zei ik daar straks al tegen jou, dat was toen in de eerste, was dat een soort glimmend marmerachtig zwart. Maar nu is het een matwitte, koriandachtige oplossing. Ja, klopt helemaal. Ik denk degene die je bedoeld was, die inderdaad op de eerste beurs waar wij stonden. De klant kan het zelf kiezen in kleur en structuur. Het is inderdaad een composiet. Het is Getacor wat wij gebruiken. Koriand kan ook, maar bij Getacor heb je net wat meer smaakjes en stoffen die je kunt kiezen. Helemaal met de hand vervaardigd en helemaal uitgehold voor het gewicht te besparen. En het leuke is wel dat deze tafel, noemen we de pizzatafel. Die leggen wij hierin, sluit naadloos aan en creëert meer werkblad. Waar laat ik die paal dan? Ja, dat is ook weer een goede vraag. Die haal je er heel handig uit met een speciaal systeem. En merk je op in de kast, hier om de hoek, zit een beugel en dan klik je hem vast. En je bouwt hem ook heel snel weer op. Ja. Is dat een eigen systeem of is dat ook uit de jachtbouw? Zwaardvis, komt ook uit de jachtbouw. Super solide poot van aluminium. Dat is echt degelijk spul. Ja. En als we dan even teruggaan naar die keuken, dan zie ik gelijk als doorgewinterde camperaar. Ja. Dat we geen plastic kraantje hebben. Dat heb je goed gezien. Kijk, wij houden echt wel van een stukje kwaliteit in de camper. Niks ten nadele van de meeste kranen. Maar er is veel te koop in plastic wat snel afbreekt of gevoelig is voor schade. Ja, en deze kranen van Grohe die zijn gewoon sterk. Die hebben zich bewezen gewoon uit de bouw, zoals thuis. Ja. Dat is gewoon een thuiskraan. Ja. Weegt iets meer, maar gaat ook wat langer mee. Ja, precies. Weegt misschien 2 kilo meer, maar het gaat niet kapot. Maar hoe doe je dat dan? Oh, er zit een drukpomp in dit geval. Juist. Veel campers kenmerken zich door een dompelpompje. Ja, dus je bedient de kraan, die geeft elektrisch een signaal. Er komt water uit. Ja, wij kiezen voor die meer robuustere dompel of een membraanpomp van Sureflow. Goede druk, goede flow. Vind ik wel een goede upgrade. Dan zie ik een buscamper met 3 gaspitten. Als jij een stukje die kant op beweegt, naar die tafel, ga ik naar binnen toe en dan kom ik op jouw plek zitten. Ja, goed. De ruimte ook weer goed. Ja, dus wat ik al zei, dan valt mij op dat er hier gewoon 3 volwaardige gaspitten in zitten. Dat is veel meer dan in een normale buscamper. Ook dat je keuken wat dieper is. Qua... Ja, klopt. Wat is het idee daarachter? Wacht. Ja? Ja. Nee, klopt. 3 gaspitten inderdaad. Vroeger starten wij ooit met 2, maar er is toch best wel een vraag van mensen voor 3 pitten. En nog niet zozeer dat je een complete Indische rijsttafel wil opzetten, maar het is toch fijn als je 3 pannetjes kwijt kunt. Het voordeel van diagonaal, de nummer 2 en 3, is dat je wat meer afstand ertussen hebt. Dat je kruislinks gaat. En die vorm die leent zich heel erg voor onze keuken. Omdat die spoelbak hier, die is rond en die snijdt in dit gebied. Dat zie je niet, maar onder raakt hij in dit gebied. En als je een rechte of rechthoekige plaats zou pakken, dan zou je hem niet kwijt kunnen in de keuken. Dan zou die groter moeten worden. Het is op elkaar afgestemd. Maar jij hebt dus heel erg nagedacht over die constructie ook van die hele wagen, maar ook van die keuken. Ja. Dat komt omdat je gewoon een handige timmerman bent? Nee, ik kan van alles, maar timmeren is niet mijn vak. Ik ben zelf ingenieur en ik heb in de tijd geleerd om iedere centimeter goed te benutten. Zeker in een buscamper, hè, want vroeger bouwden we ook 7, 8 meter in semi-integraal. Maar in een buscamper is de ruimte beperkter en moet je dus iedere vierkante centimeter moet je goed bekijken. Ja, en ik vind het dan ook zonde om centimeters weg te geven, terwijl het niet hoeft. Ja. Dus eigenlijk is alles, je hebt het echt geëngineerd? Ja, dat klopt. Het concept, zoals je het ook gefilmd hebt in 2017, is voor de klant
niet zoveel veranderd als je er naar kijkt. Maar als je goed kijkt, is op alle punten gefine-tuned. De verhoudingen zijn beter gemaakt, de ergonomie. Bijvoorbeeld het doortrekken van het matras in één lijn. Een betere tafel achterin. Alle dingen zijn bekeken en op de millimeter afgestemd. En ja, dat zie je nu wel terug. Ja. Hey, kastjes onder de keuken. Ja. Hier zie je ook wel weer dat gebogen profiel. Ja, dit kenmerkt zich echt wel voor onze stijl. Het is een gebogen profiel. Netjes afgewerkt met een dubbel laars HPL. Super slijtvast. Ja, kan eigenlijk niet kapot. En de nieuwe modellen hebben twee schapjes in de keuken in plaats van één. Vroeger hadden we wat grotere vakken. Maar dat vonden de meeste klanten toch wel onhandig. Dus we hebben dat een beetje geüpgraded. En een bestekbakje met anti-slipmat erin om het helemaal af te maken. En dat bestekbakje lever je gewoon met de camper mee? Ja, zit er standaard in. Dat kan er wel vanaf. Dat kan er wel vanaf. Dat ze het kunnen maken voor die cent, hè? Ja, die vraag je af. Hé, je bovenkastje niet heel groot. Klopt. Ja, in principe groot genoeg. Vroeger hadden we wat lager hangen. Maar ja, je ziet het al, de zichtlijnen zijn belangrijk. Je wilt ook lekker naar buiten kunnen kijken. En hier past net een espresso apparaatje in. Dus die afmeting is wel een beetje van nagedacht. Die nieuwe kleine van Nespresso. Ja, en de mensen vinden toch wel, koffie is best wel een belangrijk onderwerp. Klinkt misschien gek, maar de meeste klanten kiezen bij ons ook letterlijk een omvormer bij als optie. Om altijd maar, of altijd, om gewoon wel koffie te kunnen zetten als ze in het wil staan. Ik ken het probleem en de uitdaging. Ik ben een omvormer liefhebber geworden door de koffie. Ja, en dat gebeurt bij jou, is dat nu gewoon normaal. Ja. Hey, dan naar achteren toe, hoe lang zijn die bedden? Het bed is bijna 2 meter. 1,95 tot deze keukenpunt hier. Maar we hebben natuurlijk een beetje nagedacht over het design. En het niveau van het matras en het keukenblad is gelijk getrokken. Waardoor als mensen een topper bestellen op maat, dan kies je 2,5 meter, 2 meter 10 of 6, 2,20 hebben we wel eens geleverd. Waarbij de topper hier overheen valt en dan op maat afgesneden naar achter. Nou, je hebt best wel wat mensen die lang zijn, je bent zelf ook lang. Ja. Maar wij hebben ook mensen van 2 meter 10 gehad die zo'n bus kopen. Ook al kun je niet staan, hè. Het is een hoogte 2. Ja. Mensen accepteren het dan toch dat je iets gebogen loopt, maar je moet natuurlijk wel kunnen slapen. Ja. Ja, dat kan in de meeste campers sowieso met een dwarsbed niet. Nee, met dit model zeker niet. Nee, de Sprinter zeker niet. En we hebben van alles geprobeerd om het dan met een dwarsbed in het verleden wel te bewerkstelligen. Met van die flares aan de zijkant, we noemen dat oortjes. Ja. Slide-outs aan de zijkant. Ja, 3 jaar geleden? Ja, ik heb op Düsseldorf gepresenteerd om te kijken wat vindt men daarvan. Maar het is heel leuk als je in een Sprinter een dwarsbed kunt maken wat groot genoeg is. Maar nog steeds moet je over elkaar heen als je eruit wil. En dat vinden de meeste mensen gewoon niet fijn. Nee, terwijl dat vroeger normaal was, ja. Tegenwoordig kan dat niet meer. Even een stukje aan mijn statief sleutelen, jongens. Het wordt een beetje zwaar. Hey, verder naar achter, wat kunnen we hier nog zeggen? Er zitten hier 2 zitplaatsen. Ja, klopt. Ga jij op zo'n zitplaats zitten hier zo in deze hoek? Die kant? Ja, dat is beter. Want dan kan ik namelijk laten zien. Dan kan ik namelijk laten zien dat jij korte bovenkastjes hebt om hier te kunnen zitten. Ja, dat heb je goed gezien. Wij zijn ooit begonnen met het idee van een multifunctionele lounge / bedhoek. Ik vind het gewoon erg zonde als je hier een vast bed maakt met een matras en er niks meer mee kunt als slapen. En met deze oplossing heb je de keuzes uit verschillende scenario's. Je kunt gaan voor 2 enkele lengtebedden. Je kunt gaan voor een vast bed, die kun je bij ons ook gewoon bestellen. Dan krijg je deze tafel niet. Heb je geen lounge gedeelte. En je kunt hem bestellen zoals hij hier staat met lounge gedeelte. Dan kun je hier zitten. Aan 2 kanten. Als de een maar gaat slapen kan dat. Blijft de ander zitten. Maar als je met z'n 2 gaat slapen dan klap je de tafel naar beneden. Deze kussens die passen daarin. Die zijn rond. En dan krijg je een functioneel groot bed. Maar er zijn ook mensen die zeggen van nou leuk idee. Maar ik laat het gewoon continu de hele vakantie liggen. En als het dan een keer regent of ik wil binnen zitten. Bouw ik het even op. En dan ben je klaar. En wat kiezen de meeste mensen? De meeste mensen kopen wel de lounge, dus de mogelijkheid om hier te zitten, want je kunt ook echt een beetje meer liggen. Het is niet zo statig als het welbekende traditionele bankje voorin. Ik mag het zeggen, we hebben zelf ook wel eens ingebouwd, maar vaak zit je erg rechtop in het bankje en dat hindert heel veel mensen. En hier kun je toch gewoon een beetje lekkerder werken of zitten en ook soms werken met een laptopje erbij. Oké, en dan achterin heb je nog 4 kastjes voor wat je dan maar mee wil nemen op vakantie. Ja. Allemaal hoogwaardige scharnieren erin. Klopt. En speciale steunen. Ja, en nog 2 onder het bed, die vergeet ik altijd. Deze 2. Ze zijn vrij onzichtbaar, maar er zitten heel veel liters in. Nou, dat is zeker een grote lade. En die heb je aan jouw kant ook. Ja, aan 2 kanten. Dat is ook een nieuw systeem van Bloem. Kwaliteitsbeslag.
en met soft clothes. Ja, daar leggen de meeste mensen alle kleren in. En zelfs nog bereikbaar als je het bed groot kiest, dus zeg maar met een kleine inham, dan kun je nog steeds bij je laders onder het bed. Oké. En deze, die poot van die tafel, die gaat in dit geval wel in de vloer weg, klopt, als je laat zakken. Ja, je bedient één hendel en dan zakt de hele tafel naar beneden. En dan komen deze kussens hier te liggen in dit vak. En dan ben je klaar. Ja. Nou, dan hadden we het net al even over de omvormer. Ik zag hier een voor mij wel bekend apparaatje zitten. Ja, ik denk dat je dit bedoelt. Ja. De Victron accu monitoring. Dat is de BMW. Inderdaad, al onze roadtrips worden uitgevoerd met het systeem van Victron. Ja, daar hebben wij zo'n goede ervaring mee. Eigenlijk nooit problemen mee gehad. Maar ik vind monitoring ook belangrijk. En niet alleen, het klinkt heel gek voor de klant, maar ook voor onszelf. Als bijvoorbeeld iemand staat met een lege accu, hij heeft iets vergeten af te zetten. Je kent het wel, die vergeet altijd wel een keer. Of hij wil meten hoeveel stroom die verbruikt of wat de status van de accu is. Dan kan hij met ons inbellen, daar hebben we een service kanaal voor. En dan kunnen wij op afstand ook meekijken en aflezen wat er met de auto aan de hand is. En dat vinden wij ook belangrijk. Dus jij kan dit ding ook op afstand benaderen? Nou, ik kan op twee manieren. De basis is een digitaal systeem waarbij wij als de klant belt kunnen zien wat er gebeurt. Hè? Dus hij kan voorlezen wat hij ziet. Je kunt door het systeem heen toggelen, dat ken je wel. En je kunt er alles op aflezen, maar niet iedereen is zo technisch als ons twee. Hè? Dus wij kunnen de klanten helpen en ondersteunen met wat betekent dit wat ik zie. Maar je kunt ook een systeem bij ons kopen waarbij je op afstand mee kunt kijken, letterlijk. Serbo? Ja, kan ook. Van Victron, mooi systeem. En dat gaat voor de meeste klanten wel te ver, want ja, het is mooi, maar het kan ook heel complex worden voor veel klanten, maar alles kan. Ik heb het in de camper zitten. Ja? Goed werken? Ja, natuurlijk werkt het. Ja. Hartstikke goed spul. Ja. Heb je deze is wel zo dat hij met je telefoon kan verbinden? Ja, er kan achterin zo'n dongeltje ingestoken worden. Hè? Ja, maar deze... Ik mag mijn microfoon niet als aanwijsstok gebruiken, hebben de mensen gezegd. Dat betekent dat ik even moet rommelen. Ja. Je hebt deze ook met in de versie dat je de shunt kan benaderen met je telefoon. Klopt, ja. Ja, die bieden wij ook optioneel aan. En je hebt zelfs de 712 waarbij je ook de boorspanning voorin kunt aflezen van de Mercedes accu. Het gaat niet alleen om achterin. Die vooraccu's die worden in de regel bij de Euro 6 motoren zijn die tandje gedowngraded. Dus je wilt wel kunnen monitoren hoe goed die nog is. Ja. Maar daar hebben we ook een speciaal systeem voor ingebouwd van Victron. Het is een druppelaar systeem, trickle charge. Waarbij je via de optionele omvormer naar voren de Mercedes accu bijlaat. Okay. En dat zwarte paneel is voor de kachel. Jullie doen diesel? Ja, klopt. Eigenlijk verwarmen wij altijd op diesel. Wij zijn ooit van het gas afgestapt omdat de meeste mensen het toch niet zo handig vinden om met heel veel flessen te rommelen en te vervangen. Diesel is redelijk zuinig, vind ik ook in het verbruik. Maar we hebben een tweesporenbeleid. Dus je kunt bij ons gaan voor de Webasto Dual Top 6 of de 8 elektrische ondersteuning. Maar wij bieden ook een losse dieselheater aan in combinatie met een 12 volt of 220 elektroboiler. En die kun je dan prima aanzetten terwijl je rijdt. Ja, die blijft gewoon een dag warm en dat werkt in de regel ook prima. Dus je kunt als klant ook daar weer je keuze in maken. Dus jullie zijn al gasloos? Nou, er zit wel een gasfles in voor de kookplaat. Maar het neigt steeds meer naar elektrisch koken op inductie. Dat bieden we ook aan. Het kost wat meer, maar ja, dan ben je wel helemaal van je gas af. En dan zal er hier achter onder het bed nog wel het een en ander zitten, denk ik. Want daar zit nog bergruimte, verwacht ik. Ja, daar kom je niet via deze kant in. Klopt, via de garage. Oké, maar we hebben de douche nog niet gehad en het toilet. Dus ik ga weer een stapje achteruit. En dan doe jij de douche en het toilet even uitleggen. Ja. Oh, ik zie nog dat de koelkast zie ik nog. Ja. Dat is een niet al te groot model, maar wel compressor zie ik. Ja, het lijkt, die opmerking krijg ik vaker. En ik snap ook waarom, het lijkt er een kleinere koelkast. En hoe komt dat? Wat je vaak in de buscampers ziet, is een smalle, hoge koelkast, maar redelijk ondiep. Die zit dan vaak hier zo, op halve hoogte. Die lijkt groter. Die zijn tegen de 90 liter, maar deze is ook 80 liter. Dus dat scheelt maar een dikke 10%. Dat zou je niet zeggen. Het scheelt maar 10 pakken melk. Ja, zo is het. Dat is toch wel veel, hè? Ja, oké. Okay. Nee, maar het is natuurlijk, kijk, wat ik altijd zeg, en dat blijft zo, en dat geldt voor elke bus, of eigenlijk voor elke camper, het is een aaneenreiging van compromissen. Ja, dat is het ook. En dan heb je goed, als iemand die vertelt dat het niet zo is, die liegt, want het is altijd een compromis. Het is een lengtebed en iets inleveren op de ruimte voorheen, of het is een dwarsbed met meer ruimte, nou ja, dan lig je in een dwarsbed. Dus je moet als klant gewoon, denk ik, heel duidelijk weten wat je wil, wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt, en daar je keuze baseren.
En dan zeg je dan dat jullie gewoon alles maken wat de klant vraagt? Personaliseren, ja, gaan we heel ver in. Maken qua indelingen, nee. We hebben één indeling. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. We hebben, ik denk de laatste 9 jaar, hebben we tientallen maatwerk indelingen gemaakt voor sprinten. Dwarsbed, lengtebed, een slide-out, lengtebed, slide-out, dwarsbed, hefbed, klapbed, echt alles wat je kunt bedenken. In alle varianten, lengtes 2 tot en met lengte 4. En voor ons is die cirkel helemaal rond geworden. We zijn terug bij het begin. We hebben alles samengevat voor onze kennis, positieve en negatieve ervaringen. En daar is dit model uitgerold, de 595L. En we hebben ervoor gekozen om afstand te nemen van allerlei maatwerk, constructies en aanvragen. Ook juist, het klinkt gek, maar voor de klant om de kwaliteit te waarborgen. Je kunt je voorstellen als je één model bouwt, dat je heel erg kunt toespitsen op verbeteren van de kwaliteit, fit en finish, proceskwaliteit en op aftersales. Dat vinden wij ook belangrijk. Logisch, logisch. Hey, ja. Maar wat betekent dat dan, personaliseren? Hoe ver gaat dat? Ja, dat gaat bij ons best ver. Ik leg het al even kort uit, je kunt de materialen kiezen, qua kleur, qua structuur, dus het composiet stel je zelf samen. Je kunt bij ons de stoffering kiezen, qua kleur, qua structuur. Je kunt bij ons de HPL-structuur kiezen, verschillende kleuren en structuren. Dat gaat van een simpele HPL tot een synchroondruk HPL, daar gaan we best wel ver in. De bekleding stel je zelf samen van de matrassen. Zelfs de gradatie van de schuim, we hebben standaard koud schuim. Pantera, maar je kunt ook upgraden naar een gel visco of een verkoelingslaag. Dat kan best wel veel bij ons. Als ik kerstverlichting erin wil hebben in kleurtjes, hier in al dat led, kan dat? Voor jou wel. Maar doe je het echt? Wordt het gevraagd? Nou, het wordt wel eens gevraagd en meestal als een grap. Als je dan zegt ja, het kan, dan komen de meeste mensen daarvan terug. Maar in theorie kan het, dat is voor ons niet moeilijk. Nou ja, ik zie voor jou daarbovenin toevallig, vond ik een bijzondere oplossing hoe die verlichting is gegaan. En ja. Je hebt meer van die LED-strips, ja. Maar dat lijkt me niet heel ingewikkeld om te zeggen, van, nou die kunnen we dimmen of die kunnen we iets warmer of kouder maken. Klopt, dimmen die kan sowieso, hè. Als ik hem zo aan en uitzet kan ik hem hier inhouden, is hij volledig dimbaar. Dat is best wel fijn, ook met de memory stand niet te vergeten. Dus als je s'nachts wakker wordt en je hebt hem s'avonds op klein gezet, dan word je niet meteen alle twee wakker. Maar ik moet zeggen, die leeslampjes achterin, even te zien, die hebben ook een slaapstand met een kleine indicatie met een lichtje. Oh ja. Dus daar kun je ook mee opstaan als je naar de wc moet. Ja. Over de wc gesproken, daar waren we naartoe onderweg. Dus ga ik even mijn statief hier een stukje inschuiven. Ja, douche en toilet. Ik zie mooie, strak afgewerkte deuren. Ja. En jij kiest voor, ja, we gaan er maar in. Ja. Jij hebt gekozen voor de Dometic toilet. Dat is een toilet waar ik niet zo van hou. Ja. Ja, heb ik een mening over, maar die zal ik straks met je delen als we buiten beeld zijn. Ja, heel goed. Is bij ons zo gegroeid. We hebben er positieve ervaringen mee. Vanwege zijn inbouwmaat. De hoogte, zeg maar, ook om je cassette te legen, is voor ons belangrijk. Want hij moet natuurlijk door de carrosserie heen van Mercedes. En je hebt te maken met spanten. Dus jouw cassette moet passen op hoogte en op breedte. En omdat die bij ons schuin staat, die cassette, vanwege het ontwerp, gaat het maar net op de centimeter af. En daarbij zit er ook nog een keramische pot in die toilet. Ja, dus, dat doen ze goed. Ja, dat is vind ik een goede upgrade. En voor de rest werkt het prima. Ja. Hey, douche. Nou ja, de meeste klanten die bij ons kopen, die gebruiken de douche zelden of weinig. Maar het kan wel. We hebben hem zo ontwikkeld dat je geen douchecabine hebt met een gordijn. Dat vinden ook heel veel mensen irritant. Ja. Is ook irritant. Ja. Gordijn plakt altijd tegen je aan, daar heb je niks aan. Precies. Maar deze deur is gewoon goed dicht. Ja, er zit een speciaal rubber in, van boven tot onder. Ook met een kering onderin. Dus die zorgt dat het water, als het op de deur komt of daarnaast, dat het in de bak komt. De polyesterbak wordt ook met de hand gemaakt in Nederland. Geen ABS, maar echt polyester. Dus ja, dat ABS is leuk. Komt vaak uit een snellere, goedkopere mal. Maar het kan veel eerder scheuren en problemen geven. En als dit stuk gaat, kun je het makkelijker herstellen? Je kunt het herstellen vanuit binnenuit. Ja. En anders heb je toch een probleem. Dus dat vinden wij ook weer heel belangrijk. Ja. Ja. Hey, zit hier een douche in? Ja, zeker. Je ziet hem niet. Ik zie hem wel. Je hebt hier een uittrek handdouche. Klanten kiezen voor vast ophangen of gewoon zo mee, waarbij je de handdouchefunctie hebt. En eigenlijk vinden de meeste mensen dit prima. Je kunt zittend op de wc douchen of hem in de hand houden. Maar goed, een beugel monteren is een fluitje van een cent.
En ook hier zien we weer dat speciale kunststof materiaal dat je overal verwerkt. Ja, het composiet komt ook hier weer helemaal terug. Ik zie je denken van, ja, oké, maar het wordt heel snel krap door zo'n wastafel. Nou ja, dat hangt er, ja, het is voor mijn dikke bast. Voor mijn dikke bast. Heb ik dat gezegd? Ja. Nou, voor mijn dikke bast is het, het is compact, laat ik het zo zeggen. Als je moet bukken om je voeten te wassen, dan wordt het wat lastiger. Ja, nee, maar misschien ben ik gewoon zelf niet goed genoeg geschikt voor een buscamper. Dat kan. Nou, zal ik niet zeggen. Nee, heel simpel, we hebben ook daar wel twee smaken. Dus de mensen die zeggen, nou, douchen doe ik misschien af en toe. Vind ik niet zo belangrijk. Ik vind het toilet belangrijker en een wastafeltje om mijn tanden te poetsen. Dan is hij zo, standaard. Maar als iemand zegt, ja, maar ik douche wel gewoon veel vaker en ik wil meer ruimte. Dan hebben wij nog een tweede optie en dan laten we die hele wastafel en het composiet laten we weg. Ja. Dus dan krijg je wel de glooiende vorm van het composiet in de hoek, die strook, maar je verliest een 30 centimeter in ruimte en dat is toch wel best wel veel in een kleine ruimte. Je wint 30 centimeter, ja, inderdaad. Oké, dan ga ik even bekijken. Loop jij even deze kant op? Ja. Kunnen die mensen ook zien waar wij het over hebben? Ik weet dat dat kan. Nou, hier zie je dus die, wij zijn nog even aan Geert, die wasbak en die douche, die douchehendel, die komt daar dus uit. Ja. Nou, ik zie toch ook nog wel een klein kastje voor je badgerief. Ja, zeker. Om nog iets kwijt te kunnen. Ja. En als je die wastafel weglaat, dan loopt die strook daar door. Ja, nou loopt deze composiete strook helemaal door, met een klein bocheltje hier om de kraan, maar je ziet het al, je bent hier gewoon 30 centimeter. Dat is toch best wel veel. Ja, dat kan ik precies met mijn kont heen. Ja, zo is het. Speciaal als ik moet bukken. Mooi. Hebben we hier binnen nog wat vergeten? Nee, kast besproken, keuken, bed. Ja, dan gaan we buiten kijken bij de achterkant. Ja, één dingetje vergeten. De stroomvoorziening. Ach, kijk eens. Ja, die komt uit het plafond. Ja, die zie je ook niet. Nee, vroeger hadden we die vaak in het blad zitten. Maar ja, als je daar tomatensoep in knoeit en zo, dat is toch allemaal een beetje rommelig. Ja. Dus liever in het plafondetje. Geldt trouwens ook voor het matras, hè? Ik hoor je denken van ja, leuk dat zo'n hetzelfde niveau van keukenblad en matras. Maar hoe zit het met knoeien van eten? Er komt standaard een spatschermpje bij op maat en kleur. En dat is ook verholpen. En die prik je er gewoon tussen? Die prik je er tussen. Als je uit bent gekookt, doe je hem even af en dan leg je hem onder het matras. Daar ligt hij nu ook? Nee. Nee, ligt nog thuis. Zal je altijd zien. Even het deurtje netjes dicht doen. Dan gaan we even naar achteren toe. Het ziet er wel echt uit. Wil je hier nog wat over kwijt? Over wat er allemaal aan die achterdeur hangt? Want wat weegt deze camper, zei je? Nou, deze expeditielijn, hoe die hier staat, zit volgens mij op 3240 kilogram. Even uit mijn hoofd, ik weet het niet op de kilogram af. Je hebt gelijk, er hangt heel veel op en aan. Hè? Een roefrek, een luifel, een box, een wieldrager. Het gaat snel omhoog. We bieden trouwens twee opties aan, hè? Een normaal rijbewijs of C1. Dus als een klant zegt, ja, ik wil er nog veel meer op, want dit is nog niet extreem zo, er kan nog meer op. Dan adviseren wij wel een groot rijbewijs, anders kom je met het gewicht niet uit. Oké. Laten we even achterin kijken. Ja. Nou, hier zien we de bergruimte. Wat is hier niet standaard? Sowieso is de indeling is best uniek. Normaal zie je heel veel buscampers met een dwarsbed. En die hebben deze kast en deze kast wat meer naar de midden staan. Dus je hebt een smalle gangpad, maar dieper. Ja, dan zie je vaak fietsen in staan met een klapconstructie. Nou, dat bieden wij niet aan, wij gaan voor fietsen achterop. Het is wel zo geschikt maar voor vouwfietsjes. Dus je kunt hier drie types vouwfietsen kun je hier in kwijt onder het matras. Maar wij vinden die breedte fijn om aan te bieden, want dan kun je best wel veel lading en spullen meenemen en meteen bereiken. Als jij een smalle, lange garage hebt en spul zit achteraan, kun je net niet bij. Ik zie van die shore-ogen. Ja, is ook weer een innovatie. Hebben we sinds 2 maanden standaard gemaakt. Heel veel mensen zeggen, ja, ik vind het eigenlijk zonde, ik koop zo'n mooie handgemaakte teakblok vloer, maar ik durf er eigenlijk niks op te leggen. Nou, vaak leveren wij dan, of standaard leveren wij dan die rails met een locksysteem bij. En dan kiest de klant voor een mat of die leveren wij aan, die leggen we er tussenin voor de bescherming. En dan kunnen de spullen niet gaan bewegen en krassen veroorzaken. En hier die ogen kun je makkelijk verplaatsen? Ja, precies. Nijl zo uit. En klik.
Ja, en dan zijn er hier nog een aantal luikjes, zie ik. Ga ik weer schuiven met de camera, jongens. Ja. We hebben een aantal luikjes. Links achterin zit de meest interessante voor de liefhebbers. Ja, je ziet het roostertje al, hè? Dus, dat moet iets betekenen. En dan zie ik die belangrijke blauwe kleur waar ik altijd heel erg gek van. Die ken ik, want daar ben ik gek op. Ja. Maar dus, dit is een andere omwormer dan die ik heb. Dat heb je goed te zien. Zoals al gezegd, wij hebben standaard iedere Innova voorzien van een Victron elektrasysteem. Deze heeft de Easy Plus omwormer upgrade. Het is niet alleen een lader om je huishoudaccu bij te laden. Het is direct een omwormer waarbij je 220 genereert, hè? Dus 220 power uit de Evoline stopcontacten, ook als je niet aan de walstroom staat. Dus hier heb je alles in één doos zitten eigenlijk. En ik zie nog een MPPT-ladertje van zonnepanelen. Klopt. En wat voor accu heb je hier dan in staan? Dat is het tweede luikje. Ik zei straks al, wij vinden de bereikbaarheid van alle accessoires heel belangrijk. Service is net zo belangrijk als de initiële aankoop. Dus als je ooit een probleem hebt of je wilt iets vervangen, ja, ik vind gewoon, je moet er goed bij kunnen. We zeggen altijd, ieder onderdeel wat kapot kan gaan of wat verwisseld moet worden, moet in een uur geregeld zijn. En daar streven we na. En dat is waarom je die kasten hebt en dat je overal makkelijk bij kan. Ik zie hier ook wel gelijk de manier waarop het is ingebouwd. Dat met al die passende gaten en sleuven. Ja. Dit is allemaal prefab, zeg maar. Het is allemaal prefab, CNC gestuurd gemaakt. Dat is ook belangrijk voor de kwaliteitswaarborging. Links zie je de heater van Webasto, de Dual Top 6. 11 liter inhoud, een grote jongen. Maar goed, wij hebben heel veel klanten die gaan ook echt op expeditie. En die willen ook naar de Noordkaap. Ja, ik weet niet hoe ver jij normaal rijdt met je camper en welke temperaturen, maar het kan best koud zijn. Ja. Ik kom ook in de winter in de camper. Dat doe ik gewoon. Nee, maar ik had laatst bijvoorbeeld een test met een leverancier voor ons. Een dealer. En die is naar de Noordkaap gegaan om te testen van, nou, allemaal leuk en aardig, maar werkt die kachel? Is de uitstroomopening verdeeldheid goed geregeld? Hè? Je kunt natuurlijk een grote kachel plaatsen. Maar je wilt wel een soort van ringverwarmingssysteem waarbij je het goed nivelleert in de ruimte. En die Evo 6 kachel, ja, die heeft gewoon 6 kilowatt aan vermogen. In theorie kun je nog in optionele zin kun je de Evo 8 kiezen. Die heeft nog een extra ondersteuning van 2 kilowatt elektrisch. Dus als je aan de walstroom staat, kun je ook gewoon elektrisch verwarmen. Hey, maar het is wel een grijze accu. Dat ziet er niet uit als lithium. Heb jij goed gezien. Echte accu kennen. Nee, Victron AGM. Accu-liefhebber. Accu-liefhebber, ja. Standaard Victron AGM, 110 ampère uur, vinden wij in de regel goed genoeg voor normaal gebruik. Maar als jij een omvormer kiest, die we net zagen, dan komt daar vanuit ons verplicht de 220 ampère uur lithium accu bij. Want je weet, volgens mij weet je zelf ook, met laden, ontladen wil je wel gewoon voldoende capaciteit hebben. Ja, heb je nodig. Heb je nodig. Maar optioneel kun je ook gewoon gaan voor lithium. Dat bieden wij ook aan. En hebben wij van Victron de plug-and-play accu's, noemen we die. Met interne BMS. Maar je kunt ook gaan voor Yaro-cells of voor Super B. Dus alle smaakjes kunnen we inbouwen. Mooi. Zit er aan die kant nog iets van het bekijken waard is? De watertank, die zwart-grijze blok rechts achterin. En aan de rechterkant de gaskast voor gas voor de kookplaat. Wat voor gas zit daarin? Hoe groot is dat? Nou, even. Dat hoeft dan niet zo groot te zijn, denk ik. Nee, dat heb je helemaal goed. Het is alleen maar voor het koken. Nou, geen flessen, maar standaard zit er die 6,5 kilogram in, die groen-grijze. Daar kunnen er twee in, zou ik niet zeggen, maar kunnen twee van die flessen in. En dus in de regel is dat voldoende voor iedere klant, omdat je alleen maar kookt op gas. Je hebt hier ook weer LED-verlichting onder zitten. Ja, schakelbaar. Gewoon omdat het kan? Gewoon omdat het kan, mag wel voor die prijs. Hey, ik zie hier die matjes tegen de ramen aan zitten. Ja. Dat is dat waar je het net over had om dat glas af te dekken. Dat klopt. Als je dan zeg maar met de camper gaat naar koudere gebieden en je hebt isolatiegraad nodig, dan leveren wij deze matten bij als winterpakket. Kan voor alle ramen. Een stukje isolatie, maar wel meteen verduisterd ook. Dus, En dat is omdat je dus geen camperramen gebruikt zoals wij ze gewend zijn? Klopt. Okay. En daar moet je wel inventief mee omgaan. Je kunt moeilijk zeggen tegen de klant, ja, het is nou eenmaal koud. Weet je, het moet wel kloppen aan alle kanten. Nou ja, we hebben het nog niet over de prijs gehad, maar dat komt nog wel. Dat komt zo. Dan moet je wel ook in de kou weg kunnen, zeg ik. Zo is het. Hey, doe die deur eens dicht, want er zitten nog een heleboel stoere dingen op de achtergrond. Hey, ik kom straks bij je. Want hier hangt
als ik het zo bekijk, hangt er 100 kilo aan de achterwand. Dat valt mee, dat zou je zeggen. Maar het is allemaal lichtgewicht aluminium. Bijvoorbeeld zo'n wieldrager, die weegt maar 11 kilo. Is van aluminium gemaakt. Een dikke pijp, robuust. Netjes gelast van OEL uit Amerika. Goede ervaringen mee. En dat komt omdat heel veel mensen bij ons die echt op expeditie gaan, want het zijn niet alleen maar showcampers, ja, die willen twee reservewielen mee. Eén eronder, één achterop. Past dit er ook onder, zo'n dikke BF Goodrich? Nee, maar dat doen wij wel. Want wij maken alles op maat. Nee, die originele steun van Mercedes-Benz die is niet toereikend. Die is gemaakt voor een standaard reservewiel, ja, weet jij ook wel. En deze band is groter, dus wij vermaken de hele beugel en dan past die wel. En wat doen de mensen met die kast achterop? Waarvoor is dat bedoeld? Nou, mensen die op expeditie gaan, die gaan meestal wat langer weg. Dat is niet voor een weekendje. Dus je hebt in die ruimte, die al beperkt is qua opslag, heb je eigenlijk te weinig voor je voorraad. Ja, en hier kunnen mensen van allerlei dingen ingooien, gereedschappen, maar ook drinken, eten, van alles. En wat zijn die dikke buizen erboven? Ja, die buizen die hierboven hangen, ik snap de vraag, maar die zijn voor de fietsendrager. Dus de fietsendrager die monteer je hierop met twee beugels en de fietsen hangen naar boven. Dat is optioneel, dat hoeft natuurlijk niet. Want wij hebben ook een variant waarbij de fietsen, als je kiest voor een trekhaak, achterop hangen. Kun je geen box meenemen, maar wel de fietsen. Het wiel wel, ja. Past dat wel? Ja, dat past. Ja, dat zou je niet zeggen. Maar er is een speciaal systeem. Als je bij de Mercedes de 4x4 trekhaak bestelt, levert Mercedes een speciale fietsendrager. Die klap je helemaal naar achter. En dan kunnen zelfs de deuren helemaal open. Oké, bijzonder. Ja, soms hebben mensen niet in de gaten dat je een video aan het maken bent. Als je met 30 kilo materiaal en tegen elkaar staat te praten, dan kun je gewoon inbreken. Gezellig aan het praten zijn. Ja, maakt ook niet uit. Nee. Hey, dan zit er nog een heel hekwerk op het dak. Want? Ja, klopt, ja. Nou, dat is wel een vraag van heel veel expeditieliefhebbers. Dus een roofrek met je spullen op het dak. Is een eigen ontwerp. Daar is die trap ook voor. Ja, topje, ja. Want je wilt wel gaan bekijken wat je allemaal op het dak hebt liggen. En je wilt ook eigenlijk op je dak kunnen gaan zitten, op een safari bijvoorbeeld. Dat klinkt gek als een grapje, maar veel klanten sturen mij foto's van als ze ergens in Afrika staan en ze zitten op het dak. Ja, dat is natuurlijk top. Dat die leeuw die dan rondloopt daaronder dan niet bij kan. Ja, die kan er dan niet bij, nee. Die kan niet bij het voedsel. Nee, precies. Hey, achteruitrijcamera Mercedes, standaard. Ja, klopt. Werkt perfect. 360 graden pakket erop. Die nieuwe innovatie bij het nieuwe model Sprinter, die is wel echt heel goed, die werkt goed. En verder rest kunnen wij ook nog optioneel uitrusten met extra werkverlichting op het roofrek. Dat zie je op die en die andere bus ook. Dus die kun je ook inschakelbaar bestellen. En ik zie nog wat lampjes eronder zitten. Wat ik bedoel je? Ja, ik zag ze niet, wij zijn ervoor. Dat zijn extra knipperlichten. Je kunt je voorstellen, deze Mercedes lichten zijn niet ontwikkeld door de fabriek om samen te gaan met zo'n wiel. Achterop kijken we goed op, maar we vinden de zichtbaarheid van de verlichting belangrijk. Je hebt natuurlijk een derde remlicht, maar bovenop zit een knipperlicht. Dus als je het knipperlicht niet goed ziet hier, en ze zitten vrij ver naar binnen, dan zie je hem boven. En het valt me ook op dat jij niet de standaard kunststof aansluiting voor de elektriciteit gebruikt, want dit ziet er veel hoogwaardiger uit. Ja, dat heb je goed te zien. Komt ook uit de jachtbouw. Robuuste walstroomdop, robuuste kabel. Indicator erop. Die kabel krijg ik erbij. Die krijg jij erbij. Oeh. Goed, jongens. En ik zie hier nog een glijraampje aan de zijkant, zeg maar. Ja, klopt. Nee, inderdaad. Ik zei, je kunt kiezen tussen een standaard Mercedes raam of een klapraam, maar een schuifraam kan ook. Dat is met name handig voor die andere kant, want daar heb je natuurlijk een schuifdeur. Ja. En dan kun je niet met een klapraam werken. En dan zijn we zo'n beetje aan de voorkant. En dan zien we hier zo, als we een paar dingetjes eraf trekken, dan komen we op een standaard Innova roadtrip uit. Ja, top. Deze is goedkoop voor 167.000 euro. Als je snel zegt, dan valt het mee. Nee, ik kan altijd goedkoper. Je moet je niet vergissen in het feit, deze zijn heel erg luxe ingericht. Standaard vanaf 118.000-119.000 euro. Maar de meeste mensen die bij ons bestellen, met een omvormer erbij of zonnepanelen, komen toch uit op 125, 130. Dat is een soort Innova standaard dan? Innova standaard, ja inderdaad. En heeft deze alle opties die we kunnen bedenken? Je zou het denken, maar nee, het kan nog wel gekker. Bijvoorbeeld die auto die daar staat, die is nog een tandje extremer. Kan je laten zien als je wil? Laat eens zien wat er dan zo extreem aan is.
deze kleurstelling is de Modern Oak inrichting. Dat betekent dus een andere interieurkleur. Ja, ja. Dat is geen standaard. Je gewoon kiezen? Kun je gewoon kiezen, zonder meer prijs. Was ingesteld als een limited edition, maar veel mensen vinden die rustieke kleur toch wel mooi. Dus je wordt veel gekozen. Kost niks extra's, maar heeft dezelfde indeling. Ik zeg net, je maakt geen andere interieuren meer, dus voor de rest is die dan zo goed als hetzelfde. Behalve dan heb ik gezien dat hier zitten twee stoelen in, maar dat is echt maatwerk. Ja, dit is eigenlijk een pre-proto voor een nieuw concept. Ik ga er niet te veel over vertellen. Hij gaat de Weekender heten. Die gaan we presenteren op Düsseldorf in augustus. Moet je ook bij zijn, denk ik. Denk wel. Nou, daar gaan we het daar niet over hebben, maar deze heeft nog wel een paar opties meer. Ja. Want ik zag al dat er een... Het ziet er een beetje uit als een elektriciteitskast qua lak. Hij is niet alleen mat, maar ook... Nee, dat klopt. Ja. Laat je dat zien. Even kijken hoor, jongens. Ja, zo dus. Dat super mat. Ja. Maar niet alleen de motorkap. Ook de bumper. Ook de zijwanden. Spiegels. De spiegels. Alles is meegenomen. Wat is dat voor iets? Dat is een Raptor liner lak. Bedliner lak noemen ze die ook wel, komt ook uit Amerika. Een hele erg robuuste lak. Het is niet alleen stoer, het is ook functioneel. Want ik kan er zo op kloppen met mijn ring. En dat durf ik bij de gemiddelde camper niet. Dus krasvast? Ja, absoluut. Of je ziet ze gewoon niet? Dat klopt. Nee, het is super krasvast, maar zonder gekheid. Klanten die op expeditie gaan, komen vaak in bosachtige gebieden, takken, ja, dat soort dingen. Je weet het. En die lak tegenwoordig kras meteen. Nou, hier heb je er geen last van. Ja, een deukje maakt ook niet uit op zo'n ding. Nee, toch? Als je op, dan met het hoort het toch, maakt hem alleen maar stoerder. Ja, maar je hebt echt alles in die Raptor. Ja, de hele auto. Ja, en dat is best wel extreem. Ook hier de side fenders. Spat op de randen. De verlichting is donker gemaakt. Het hele front zit in een Raptorliner, de ster is meegespoten, er zit een pushbar op met Baja lights, verstralers, zelfs een lier. Dus als je vast zit, dan kun je je eigen eruit trekken. Ja, een snorkel zit erop. Zodat je, als je onder water dan een paar waterplanten raakt, dan kunnen we dat precies. Op. Ja, hij is ook functioneel aangesloten. Hoe diep kan die? Een metertje moet lukken. Tot hier denk ik dan. Ongeveer tot hier, anders loopt het ook door de deuren van Mercedes naar binnen, uiteindelijk. Hè? Maar daar is ook van alles aan te doen. Nee, maar dan moet je het wel echt ruig doen. Als je echt een halve meter diep gaat, dan is het al wel heel extreem. Maar het kan allemaal wel. Hey, kunnen jullie die lamp even laten zien? Ja, dat kan dat aan? Ook die daar beneden, Er is geen zebra meer die op je pad komt, zeg maar. Ja, je kunt het dieren mooi wegjagen voordat je eraan komt. Hey, en als ik dan in het water rijd, dan kan ik ook nog omhoog en omlaag zeilen? Ja, er zit nog luchtvering op. Het gaat nog extremer van VBR suspension. Ik kan het even laten zien als je wil. Ik zie zelfs dat de deurgrepen hier zo met dat spul zijn behandeld. Je hebt zelfs de deurgrepen met dat spul behandeld. Ja, alles, echt alles. Het enige wat er nog aan ontbreekt is dit. Je bent een stukje vergeten. Ja, dat klopt. Die is al door en door zwart gekozen. Nu is hij omhoog? Nu zit hij omhoog, ja. Noem eens omlaag. Meer gewoon een vrijheid. Is dit een normale rijhoogte? Iets hoger zit hij normaal. Dit is de laagste stand die je kunt instellen manueel. En op rijhoogte gaat hij net iets omhoog. Wat zit hier nog meer op? Ik zie een hele dikke achterbumper. Die is niet van aluminium, denk ik. Die is heel zwaar. Dit is ook een grote rijwijsauto eigenlijk. Als je met gewicht goed gaat kijken, kom je er niet meer weg. Die bumper die is van Backwoods, ook uit Amerika. Ook een speciaal type. Die is wat forser, wat sterker. Ja, ook weer een wieldrager, een kist. De trap en een roofrack van Dutch Roofrack. Dit is een nieuw type roofrack, lichtgewicht aluminium.
Wij importeerden die vroeger uit Amerika, maar die Amerikaanse zijn toch vrij zwaar. En niet aangepast op maat op bijvoorbeeld je dakluiken. En dat willen wij wel hebben. Jij maakt hier zo, deze roofracks worden eigenlijk voor jou op maat gemaakt? Ja, klopt. We hebben de... En dit is alleen voor Sprinter te kopen? Ja, ja klopt. Ja, we hebben die op maat te maken voor ons bedrijf. We hebben met de leverancier gezeten om feedback te geven. Een beetje afgekeken van de anderen. En een beter gemaakt op Europese stijl. Dus heel oneerbiedig gezegd, als ik een Hiemer met Mercedes koop met een bus, dan kan ik dit op het dak kopen. Die past er zo op, maar dan moet je wel met je dakluik uitkomen. Nou, die kunnen dan niet meer open, maar jij zegt dat het op maat gemaakt kan worden. Ja, precies. Het is een Innova variant, die is helemaal op maat. En in overleg met de leverancier, met Dutch Roof Rack, kunnen we die ook op maat helemaal vervaardigen. Ook wel speciaal. Ik ga denk ik zo meteen toch nog even op dat dak kijken. Missen we hier nog wat? Of hebben we nu alle opties al een beetje gehad? Volgens mij hebben we alles gehad. Gekker als dit kan het niet. Hey, dan die was, zeg jij, vanaf 118 zonder al die poespas erop. Ja. En dan is deze? 218. Nee, 221. Ja. Dus 100.000 euro spullen eraan gesleuteld. Ja, dat klopt. Heb je goed. Ja, het is heel extreem. Ik kan het niks bedenken wat hier nog bij kan. Maar het laat wel zien dat wij ook klanten hebben die, ja, die wat meer willen als alleen maar standaard. En hier zit ook natuurlijk een hele dikke motor in dan. 319 V6. Ja, je kent hem, de beroemde. Dus een van de laatste moet het dan zijn? Klopt, ja. Ja, is niet meer bestelbaar, dus dit is de laatste serie. Dus dit wordt een unieke camper? Deze is vrij uniek, vanwege zijn indeling, maar ook de opties en alles wat erbij komt. Die gaan we niet meer maken, denk ik, zo in deze uitvoering. Hey, dat leer wat hierop zit, is dat ook van jullie? Dit is allemaal affabriek Mercedes, maar wij bieden ook een pakket aan waarbij je het complete dashboard, de hele cabine gaat laten restylen in echt leer. Dus dan kun je ook dat kunststof van dat... Ja. Aannemersbusje wegpoetsen. Ja, precies. Ja, nee, dat kan allemaal. Daar hebben wij een leverancier voor. En zelfs in samenspraak met de leverancier kies je de exacte kleur. Met of zonder diamond stitching. Je kunt bijvoorbeeld deze delen in hoogglans zetten spuiten. Want die zijn best wel soms wat krasgevoelige. Ja, daar kunnen we vrij ver in gaan in die personalisatieslag. Leuk hoor. Dan wordt je nog een tonnetje duurder. Dan komt er nog wel bij. Nou Geert. En als mensen zo'n ding willen hebben, moeten ze je maar even bellen, zeker? Ja, dat kan, ja. Hoeveel maak je er per jaar? Wij zitten nu, vorig jaar zaten wij op, in mijn hoofd, 45. Dit jaar neigen we, het is natuurlijk niet klaar het jaar, naar de 65. Ja, de potentie zit erin tot 80, 90. Maar ik heb niet de ambitie om tot de 500 te gaan, zeg ik er eerlijk bij. En ik vind het stiekem ook wel heel leuk om het klanten te personaliseren, om het helemaal op maat af te stemmen. En om ja, deze bussen zo te maken. Ja. Super stoer. En als je dan weet waar het vandaan komt? Hè? Ja, gewoon in Nederland. Nee, maar ook toen we begonnen, toen jij begon. Ja, zo bedoel je. Vijf jaar geleden, toen was het al bijzonder. Ja, ja, ik ben 9 jaar geleden begonnen met de campers. En 5 jaar geleden eigenlijk dit concept. Maar als je ziet inderdaad wat er in 5 jaar is veranderd. Qua niet dat zozeer qua layout, maar wat we kunnen, wat we doen. En de plusje aantallen, dan ja, mogen we niet klagen. Ik vind het er schitterend uitzien. Dat gaat, jongens, gaat over Innova. En ik zal even een linkje onder deze video zetten. En dit is de Roadtrip 595. Hier zie je alle opties. En dit is die hele dure van 221, 450 euro. Ik denk dat ik die 450 euro wel korting kan regelen voor jullie als je nu belt. Maar het begint dus bij 118. Alleen als je 118 gaat betalen, dan verwacht je natuurlijk wel een hele dikke camper. Dat is dan... niet zo. Het is gewoon dan een hele goede camper op basis van Mercedes. Met een heel mooi interieur. Maar ja, je gaat sowieso nog wat dingetjes aanvinken. Dus ik denk dat je, als je 150 meebrengt, dat je een hele mooie roadtrip hebt. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, inderdaad. Dat is ook een beetje het gemiddelde van waar het op neerkomt op dit moment. Niet iedereen gaat voor die extreme stijl, maar voor 150 zit je wel goed. Nou, onwijs bedankt Geert. En over 5 jaar, dan staan we hier weer. Ja. Dan is er waarschijnlijk een waterstofcamper of zo die jij ombouwt. Ja. En dan hebben we wel een keer een nieuw interieur, hè? Ja, zeker. Dan neem jij een keer mee voor een persdemo. Zal eens een keer tijd worden. Hey, bedankt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef even een duimpje. En als je dit een interessante camper vindt, nou ja, zet de link hieronder. En morgen hebben we waarschijnlijk wel weer een video, dus ik zet het op deze link. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Heb ik dat goed gedaan? Ik heb de microfoon weer als aanwijsstok gebruikt. Nou, tot morgen, jongens. Bye.